Emmenaren, welkom terug bij weer een nieuwe voorbeschouwing hier op de kanalen van FC Emmen. En in deze voorbeschouwing een vooruitblik op de laatste wedstrijd van het jaar tegen FC Dordrecht. We blikken samen met Jari Vlak terug op het afgelopen half jaar. En natuurlijk laten we je alles weten over de wedstrijd tegen FC Dordrecht. De wedstrijd tegen FC Dordrecht betekent de start van de tweede seizoenshelft. En dat betekent dat we kunnen terugblikken naar de wedstrijd tegen Dordrecht eerder dit jaar. Dat was hier op de Oude Meerdijk op 1 september 2023. Al na 11 minuten moesten we toen met 10 man verder door een rode kaart van Michael Kieftenbelt. En uiteindelijk werd het toen 4-2 voor de ploeg uit Dordrecht. Lichtpuntje die wedstrijd was 2 doelpunten van Joey Konings. Zijn eerste 2 in het shirt van FC Emmen. Met Gim ingrijpen gaat hij een dubbele wissel toepassen. Waardoor zijn team een soort 3-4-2 speelt. Hardeveld met de bal voor. En een van die invallers is Joey Konings. En hij maakt er 2-1 van. Dan wordt er wat naar beneden gegooid. Dat komt op het veld terecht. En dan gaan de spelers naar binnen. En ligt het spel 10 minuten stil. En in die 10 minuten hebben heel veel mensen besloten naar huis te gaan. Konings heeft een treffer gemaakt. En daar nog een fraaie treffer bovenop. Zorgt voor 2-4. Als we dan kijken naar de laatste 10 wedstrijden die we tegen FC Dordrecht speelden, dan is te zien dat we daarvan 6 keer wisten te winnen. 1 keer werd het gelijk en 3 keer ging FC Dordrecht er met de winst vandoor. Dan de vorm van beide ploegen. FC Dordrecht is bezig met een wisselvallige reeks. Ze wonnen namelijk van Rode JC en Telstar, speelden gelijk tegen de Graafschap en verloren van ADO en VVV. Maar ook FC Emmen is bezig met een wisselvallige reeks, want we wachten al 3 wedstrijden op een overwinning. Dus de ploeg van Fred Grim zal ongetwijfeld gebrand zijn om te winnen tegen FC Dordrecht. In deze editie van de Oude Doos gaan we niet ver terug in het verleden. In 2022 maakte Rui Mendes namelijk de enige treffer uit bij FC Dordrecht. En dat zorgde ervoor dat we promoveerden naar de Eredivisie. We kijken even terug naar die avond. Daar is het gedaan. Emmen keert terug in de Eredivisie. En dat is een prestatie van formaat. Die uitgebreid gevierd gaat worden. Hier in Dordrecht op het veld. Waar er al een paar supporters hun weg naartoe hebben gevonden. Vanavond laat als ze terugkomen in Emmen. En hulde voor deze 2. Voor de hele vereniging Emmen. Want het is echt, echt niet makkelijk. Daar kunnen een heleboel clubs over meepraten. Ik wil even met je terugblikken op. We hebben dus de eerste 19 wedstrijden gehad. Precies op de helft. 9 overwinningen, 5 gelijke spelen en 5 verliespartijen. Hoe blik jij terug op het eerste half jaar? Wel positief. Ik denk dat we wat twijfelachtig begonnen. Een beetje zoeken nog, een beetje elkaars kwaliteiten vinden, zeg maar. Maar het ging wel steeds beter lopen. En toen vonden we elkaar wel goed, vond ik. We hebben ook twee goede series hebben neergezet. Alleen jammer dat we nu een beetje matig geëindigd zijn. Onnodig. Maar als je die twee de laatste wedstrijd had gewonnen, hadden we nog veel beter voorgestaan. Dus dat is jammer, maar we staan nog steeds dichtbij. Dus alles kan nog. Ja, wat is het gevoel na die serie in de groep? Ja, dat is natuurlijk teleurstellend. Zeker gezien ook tegen Eindhoven. Dat was echt helemaal niet nodig. Dus dat is wel even teleurstellend, maar we gaan gewoon door. En het spel was de laatste wedstrijd ook helemaal niet slecht. Dus daar houden we ons aan vast en we gaan het weer proberen om te draaien. Nog 1 wedstrijd dit kalenderjaar, FC Dordrecht. Hoe belangrijk is het om dit jaar daar goed af te sluiten? Ja, heel belangrijk. Door die 3 verliespartijen is het zeg maar allemaal weer in elkaar geschoven. En als je nu wint, dan zou je weer een klein gaatje misschien kunnen slaan naar die ploegen onder je. En dan blijf je natuurlijk bij de 2 bovenste. Dus dat is heel belangrijk. Ja, wat voor team is Dordrecht? Hebben jullie het daarover gehad met elkaar?
Ja, daar hebben we het wel kort over gehad. We hebben natuurlijk al tegen ze gespeeld hier. Daar willen we niet te lang over praten, denk ik. Nee. Nou ja, gewoon een goede ploeg met best wel aardige spelers. Kwaliteit voorin, ook individuele kwaliteit. En spelen gewoon heel goed voetbal, heel verzorgd. En een goede tegenstander. Alleen Dordrecht nog. En dan is het eventjes wat rustiger. Ben jij iemand die houdt van de kerstdagen? Ja, zeker. Zeker altijd gezellig met familie en vrienden ook. Dus daar heb ik wel zin in. Heb je nog plannen? Ja, we gaan kerstavond met mijn schoonfamilie eten en ook nog wat cadeautjes. Dus dat is altijd gezellig. En daarna bij mijn gezin. En ik kom mijn vrienden ook veel tegen die week, dus dat is altijd wel gezellig. Ja, nog terug naar Volendam dan? Ja, zeker. Zeker. Lekker naar huis, lekker bij familie. Terugblikkend op jouw eerste seizoen zelf. Je bent actief, je scoort veel, vergeleken met andere jaren ook. Volgens mij 2 assists, als ik het goed heb. Ja. Ga je dit jaar de dubbele cijfers halen qua doelpunten? Ja, dat is wel de bedoeling, ja. Dus dat zou heel mooi zijn. Ja, dat heb ik nog niet gehaald hiervoor, dus dat is wel een doel op zich. Ja, kan ik je vragen om eens terug te blikken naar die doelpunten? Wat was nou de mooiste? Wat was de mooiste? Nak uit. Ik denk dat de mooiste was, ja. Met links. Wat was dat voor aanval? Weet je hem nog? Ik weet alleen nog dat ik de bal kreeg op ongeveer 25 meter van het doel. En ik nam hem aan en ik denk ik schiet gewoon. En ging mooi in het zijnetje, dus was een mooie goal, zeker. Dan je aanvoerderschap. Je bent nu een halfjaartje aanvoerder. Ben jij vroeger wel eens aanvoerder geweest? In de jeugd? Of? Ja, in de jeugd bij Volendam ben ik wel eens aanvoerder geweest, ja. Een jaartje volgens mij. Ja, hoe blik je terug op je eerste half jaar als aanvoerder van FC Emmen? Ja, wel goed denk ik. Ik denk, het was wel even wennen. Maar ik denk dat ik daar wel steeds beter mijn rol in begin te vinden, denk ik. Ja, wat doe je allemaal extra als aanvoerder? Ja, je probeert toch een beetje aan te voelen bij jongens als ze ergens mee zitten of niet. En dan daar wat mee te doen. En het is ook soms een beetje dat jij dat van jou verwacht wordt, zeg maar, dat je met de trainer overlegt van kunnen we niet beter één training pakken of twee trainingen, want de jongens zijn een beetje moe of dat soort zaken. Dus dat soort dingetjes. Ja, dat bel jij. En heb je daardoor ook dus meer contact met Fred? Ja, ik denk het wel. Hij komt natuurlijk ook af en toe naar mij toe met dingetjes vanuit de staf. En dan koppel je dat weer terug. Dus dat soort. Dan heb je wel wat meer contact. Ja. Als je moest kiezen, een mooie assist of een lelijke goal? Ik denk toch een lelijke goal. Ja, je bent een doelpunt te maken. Zeker dit jaar of niet? Ja, dit seizoen zeker, ja. Ja, nee. Ja. Goal vind ik toch mooier dan assist, dus ik denk dat ik toch voor de goal ga. En wie van de selectie is de grootste lolbroek? Of ben je het zelf? Nou, ik denk niet dat ik het zelf ben. Ik denk, ik vind Vos wel heel erg grappig. En Pjotter is ook wel van de grapjes. Ja. Ja? En Mike de Wierik moet ik ook noemen. Ja, misschien Mike de Wierik wel eigenlijk, nu ik erover nadenk. Omdat, ja, je bent natuurlijk een Volendammer. Wie is de grootste volkszanger van de selectie? Ja, we hebben wel wat jongens die van het Nederlandse lied houden, dus... Ja, ik sprak je de vorige keer over Jannes. Ja. Heb je het nummer nou al geïnteresseerd? Ja, zeker, zeker. Ja, veel Jannes-fans ook in de groep. Dus wie is de grootste? Ik weet het niet. Julius houdt van het Nederlandse lied. Dus Ubbink houdt ook van Hollandse krakers. We hebben er wel meerdere. Dus dat is alleen maar goed. Dat was hem dan alweer, de laatste voorbeschouwing van dit kalenderjaar. Op zaterdag 23 december dus nog de laatste uitwedstrijd bij FC Dordrecht van dit kalenderjaar. En dan nog even over de FC Emmen-sjaal. Die kon gewonnen worden bij de wedstrijd tegen Rode JC. Maar niemand had de uitslag goed voorspeld. En daarom nu opnieuw de kans. Voorspel de uitslag FC Dordrecht, FC Emmen hieronder. En maak kans op een FC Emmen-sjaal.
Dan rest me nog één ding. Jullie een hele fijne jaarwisseling te wensen. En tot volgend jaar. Hoi hoi!